We gaan eerst met de boormachine met een heel klein boortje een gaatje boren. Denk wel aan dat je thuis eventjes iets eronder legt, bijvoorbeeld een snijplankje of zo. Deze verdikking is verstevigd en dus dikker en ik kan hier dus in gaan boren. En er wordt ook wel eens aan mij gevraagd, Anja, hoe lang doe jij nou met zo'n elastiek? Makkelijker kan het niet, moeilijker wel. Dag lieve visvrienden, wat leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe vlog van mij. Ja, dit keer niet aan de waterkant, maar in mijn knutsel viscave. Viskamer, hier worden alle tuigjes, onderlijnen en al die gekkigheid gemaakt. Maar vandaag even iets anders. Ik heb een nieuwe hengel, het visseizoen start en er moeten elastieken in mijn hengels getrokken worden. En ik ga jou vandaag laten zien hoe ik dat doe. Er zijn twee elastieksystemen. De eerste is gewoon met een bung achter in de hengel. En de tweede is met een met zo'n side puller bung systeem, vaak voor commercials en zo. En ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik dat doe. Dus bung zagen met de boormachine, deze dingetjes erin boren en doen. Dus het is een leuke knutselvlog, dus ik zeg veel kijkplezier. Voordat ik echt aan de slag ga, wil ik jullie even de benodigdheden laten zien. Zowel voor het vissen gewoon met een bung achter in de hengel en als we die gaatjes gaan boren in de hengel. Dus kijk even mee. Voor het normale vissen met de bung achter in de hengel heb je natuurlijk bungs nodig. Elastieken. Eventueel een elastieke trekker. Dus mocht de hengel nat zijn van binnen, heb je deze altijd nodig. Zijn je toppen droog van binnen, dan kan je het gewoon zonder doen. We hebben natuurlijk elastiek connectors. En we zullen een Stanley mes nodig hebben om de bungs te snijden, op maat te maken. Natuurlijk een schaartje om alles te knippen en te doen. En als we dan naar het systeem gaan voor het side puller bung, heb je natuurlijk van deze rolletjes nodig. Je hebt een boormachine nodig. Je hebt twee verschillende boortjes nodig. Met deze boor je als eerst en dan met deze het gat verder boren. Natuurlijk elastieken. Deze kleine stoppertjes nodig om zo meteen aan de zijkant van je hengel dat elastiek niet door de top heen loopt. En die dingen heb je nodig. En we gaan gewoon eens aan de slag. Knippen, zagen, plakken en doen. Daar ben ik goed in. Zo, we gaan beginnen en we gaan als eerst met het bung systeem beginnen. Allereerst, het is belangrijk hoe diep deze bung in de hengel zit. Dus, we hebben de hengel. Kijk, als de bung hier in de hengel zit, dan kom je nooit meer bij die bung. Zit de bung hier zo in de hengel, dan kan je nooit meer je andere deel achter in je hengel stoppen. Want je weet dat de hengel ongeveer zo ver in de top gaat. Dus daar moet je eventjes logisch over nadenken. Dus we gaan nu meten, want meten is weten. Ik stop de bung achter in de hengel. En dan zie je, hij komt nu niet verder. Nou, ik pak dan 1-2 ringetjes minder. En dan ga ik snijden. Zo. Denk wel aan dat je thuis eventjes iets eronder legt. Bijvoorbeeld een snijplankje of zo. Want anders dan krijg je natuurlijk dingen in je tafel waar je partner niet blij van wordt. Nou. Ik heb ook helemaal geen braampjes nu, dat is dus ideaal. En nou ga ik dus kijken of de bung ver genoeg in de hengel komt. Doe hem er even in. Nou, en dan heb ik zo'n speciaal haakje. Dan ga ik eens even kijken, hij kan nu niet verder. Dus hij zit nu zo ver in de hengel. Nou, en dat is voor mij is dat perfect, want mijn andere deel past er nu nog gewoon achterin. En dat is belangrijk. Wil je het heel makkelijk voor jezelf maken? Dan ga je nu eerst alle bungs natuurlijk snijden. Want iedere hengel, bij mij iedere top, heeft dezelfde diameter. Maar ik ga nu gewoon verder met de elastiek in de hengel zetten. Oké, de bung is op maat gesneden. En nu ga ik de elastiek in de hengel bevestigen. En mijn hengel is droog, dus ik kan hem gewoon van bovenaf aan bij het smalle gedeelte door de hengel heen laten vallen. Maar eerst moet ik de elastieke connector eraan bevestigen. En dat ga ik jullie nu door middel van een close-upje laten zien. Oké, nou, we zien de elastiek. En die maak ik eerst altijd een beetje ruw. Want elastiek is vaak glad.
En dan blijft de knoop wel eens niet heel goed zitten. Dus nou, hij is nu ruw gemaakt. Dan heb ik hier de elastiek connectors. Die haal ik er van af. En bij deze elastiek haal ik gewoon even het lusje eruit, zo. Dan doe ik het elastiek door het lusje. En dan ga ik een 8-knoop maken hiervan. Oké, nu zie je de 8-knoop. Nu moet je altijd de elastiek even een beetje nat maken, zodat hij goed glijdt. Dus dat ga ik nu even doen. En dan ga je hem aantrekken. En dan zie je dat de elastiek is bevestigd aan de connector. En dan schuif je dit systeempje eroverheen. En je knipt het lange uiteinde knip je af. Oké. Nou, easy peasy toch? Zorg ervoor dat je elastiek lang genoeg is. Dan heb ik mijn eerste deel van mijn hengel. Nou heb ik mazzel, want mijn hengel is al voorzien van topbusjes. Ik heb deze niet hoeven te zagen, want de nieuwe Guru hengels waar ik mee ga vissen, die zijn allemaal voorzien van topbusjes, allemaal even lang, dus dat is top. Moet jij je hengel nog gaan zagen? Geen probleem. Zorg er dan voor dat je topbusjes, dat de ingang daarvan groot genoeg is. Want als de topbusje heel erg smal is en je doet daar een vrij dikke elastiek in, dan gaat die stroppen. Dat is niet zo handig. Nou, dan laat ik hem er gewoon simpelweg invallen. Oké, het elastiek is nu door mijn eerste topdeel gekomen. Zo, dat is één. En dan pak ik het tweede deel. En dan laat ik hem ook gewoon weer doorheen vallen. De elastiek zit nu door het eerste deel en door het tweede deel. En nou heb ik hier nog een stukje elastiek over. En hier komt mijn bung aan te hangen, die ik net op maat heb gesneden. Doe ik al eerst even stroef. Lusje door middel van een 8-knoop. Nat maken, aantrekken, afknippen. En dan bevestig ik de bung. Er zit wat elastiek op het trappetje zoals jullie zien. En nu laat ik hem zo in de hengel schieten. Mocht ik nou mijn elastiek wat strakker willen zetten of juist losser willen zetten, dan heb ik zo'n speciale sleutel. En daarmee haal ik de bung weer achteruit de hengel. Ik heb nog een kleine tip. De elastiek die zit nu natuurlijk in de hengel. En wat we allemaal weten, er zit rek in elastiek. En als je net een nieuwe elastiek hebt getrokken en je haakt een hele grote vis, heb je wel eens kans dat de elastiek uit de top blijft bungelen. Nou, dat wil je niet. Dat ziet er niet chic uit. Het kan sneller in de knoop gaan. Wil je allemaal niet. Dus wat ik altijd doe, is dat ik mijn elastiek altijd even oprek. Dus ik pak gewoon de elastiek en die wikkel ik om mijn arm. Dit doet wel even zeer, maar goed. Dan laat ik hem afrollen. En dan zal je zien dat de elastiek nog uit de hengel blijft hangen. Nou, dan heb je natuurlijk dat trappetje achter in je hengel zitten, de bung, om dat natuurlijk weer op te wikkelen. En klaar. En zoals jullie gezien hebben, er zit wat reserve elastiek op mijn plankje. Want mocht dit stukje elastiek nou poreus zijn geworden, dan kan je er een stukje van afhalen, connector opnieuw bevestigen. Aan de achterkant van je plankje haal je weer een stukje elastiek vanaf en dan staat de elastiek weer perfect in je hengel. En er wordt ook wel eens aan mij gevraagd, Anja, hoe lang doe jij nou met zo'n elastiek? Ja, dat is echt afhankelijk van hoe vaak ik hem gebruik. In wat voor weersomstandigheden ook. Want je kan je voorstellen, als je dit in de zon gebruikt, gaat een elastiek natuurlijk sneller achteruit. Nu moet ik nog heel veel andere toppen natuurlijk voorzien voor elastiek. Maar we gaan eerst boren voor het poelerpunctsysteem. Oké, dat gaat boren geblazen worden. Maar eerst nog even wat praktische info. Zoals je ziet, heb ik hier een verdikking op mijn hengel zitten. Deze verdikking is verstevigd en dus dikker en ik kan hier dus in gaan boren. Mocht jouw hengel dat dan niet hebben, informeer eventjes bij jouw hengelsportzaak waar je jouw hengel hebt aangeschaft of je dan wel kan gaan boren. Bij deze hengel kan dat. Nou,
Ik heb ook een tip van iemand gekregen, want je kan wel hier gaan boren en achter en aan de zijkant. Dat ziet er natuurlijk niet zo chic uit als alles op een andere plek zit. Dus, ik heb hier de logo's op mijn hengel staan en ik zorg ervoor dat al mijn pullerbunk systemen aan dezelfde kant zitten. Dat ziet er natuurlijk wel het meest chic uit. Het oog wilt ook wat, hè? Je begrijpt het. Nou, ik ga aan de slag. Ga je meekijken? Nou, zoals jullie zien heb ik hier twee toppen liggen. Ik heb een stift. En ik ga even markeren waar ik ga beginnen met boren. Nou, alle twee op dezelfde hoogte. En mooi netjes met het logo. En dan ga ik beginnen. We gaan eerst met de boormachine met een heel klein boortje een gaatje boren. Druk niet te hard, want als je te hard drukt en je drukt echt te ver uiteindelijk, dan heb je kans dat je de andere kant beschadigt. En dat wil je natuurlijk niet. Dus ik ga het proberen. Kunnen zien, maar er zit nu een heel klein gaatje in de hengel. We moeten het boordje eruit halen en dan moeten we dit dingetje erin gaan zetten. Nu gaan we het gat boren. Het gat zit erin, maar zoals je ziet, aan de binnenkant van de hengel zit nog wat carbon. En door middel van het mesje moet je dat eventjes uithalen. Ik heb nu met het mesje de meeste carbonstukken eruit kunnen halen. Ik doe er trouwens wel voorzichtig mee met die carbonstukken die hier ook allemaal liggen. Want je hebt zo'n splinter in je vingers en dat wil je natuurlijk niet. Even met een schuurpapiertje erlangs. De laatste draam even weg. En dan de waarheid. Bedenk wel, ik heb hier dat systeem met het rolletje. Het rolletje moet richting de top. Want als je hem achterstevoren doet, dan rolt het niet, zeg maar. Dus dat is niet handig. Dus je moet hem wel de juiste kant op doen. Mocht het niet werken door middel van kracht, je ziet hier dat lipje zitten, dan druk je hem even in. En dan druk je erin. Dopje erop. Die moest je er wel afhalen. En dat ziet er dan zo uit. Chic toch? Nu nog hier even de elastiek erin zetten. Maar eerst dit eventjes wegzuigen. Want dat vind ik niet helemaal fijn. Lieverd? Ja? Kom eens. Ik heb een klusje voor je. Jij bent de huisman, hè? Ja. Toch? Ja. Nou, laat maar zien hoe jij dit weg kan stofzuigen. Hoe werkt dat? Zo, nu ga ik het elastiek in deze top monteren. Allereerst ga ik dit dingetje erop zetten. Die zet ik dus op de elastieke trekker. Elastieken doorheen. Zit hij op de elastiek. En hier moet je even een lusje in maken. En ik doe altijd een 8-knoop, want een 8-knoop is veel sterker dan 2 keer doorhalen. En de knoop is kleiner. Nu komt er een priegelwerkje aan. Het elastiek moet nu door het pullerbunk systeem. En dat is gewoon een kwestie van er langzaam doorheen drukken. Het elastiek zit nu door het ene deel heen. En nu kan je heel goed zien dat dit rubbertje de elastiek tegenhoudt. Andere topdeel. Zoals jullie zien zit het elastiek er doorheen. Laat even een paar centimeter over. Ik maak weer een 8-knoop. Dan heb ik weer de elastiek connector. En dan nog wat rondje zo, als jullie het kunnen zien. Dan doe ik de elastiek doorheen. Trek ik hem aan achter het knoopje.
schuif ik deze eroverheen. En is je elastiekmontage klaar. Makkelijker kan het niet. Moeilijker wel. Nou, en dan heb ik hier nog een extra stukje elastiek over. Sommige mensen hebben hier echt een hekel aan dat je nog zo'n stukje elastiek uit je hengel hebt bungelen. Maar ik vind het altijd wel fijn. Nou, en ik kan gaan vissen, denk ik. Alhoewel, nou, ik heb nog een paar topjes extra te maken. Nee, en mij wordt ook wel eens gevraagd, Anja, welke elastiek gebruik je nou voor welke visserij? Het is echt visserij afhankelijk. Of je nou op brasems vist, op ondiep water of op heel diep water. Dat is echt een wereld van verschil qua elastieken die je in je hengel gebruikt. Vis je nou met vlagdobbers op een zwaar stromend water? Of vis je op F1'tjes, kleine F1'tjes? Of vis je op buffels van 10 kilo? Iedere visserij en iedere waterdiepte en ieder water heeft vaak gewoon een andere elastiek nodig. Ja, lieve mensen, het was even anders dan anders. Ik krijg namelijk best wel veel vragen over hoe zet je nou een elastiek in je hengel. Nou, ik heb er nu een vlog over gemaakt. Nu kunnen jullie het allemaal zelf. Vond je dit nou een leuke vlog? Geef dan even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan nog even. Want als je geabonneerd bent en ik upload weer een nieuwe vlog, dan komt er automatisch zo'n rood bolletje onder in je scherm staan. En lieve mensen, dan zeg ik heel veel visvangst.